we kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Vos en welkom bij een... Aflevering van Madelon Praat. Ook vandaag praat ik hierbij over het laatste nieuws op macro-economisch vlak. En ik wil het vandaag in het bijzonder even hebben over de beurs. We zien namelijk de afgelopen tijd dat er heel veel geld, vooral retail geld, richting de beurs vloeit, terwijl het grote geld juist uitstapt. En ik wil het graag even met je doornemen, want wat kunnen we nou verwachten als die centrale bank wel blijft printen of stopt met printen? Waarom liggen die beurskoersen nu alweer bijna op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis. Crisis. En wat kunnen we de komende tijd verwachten? Goed, en daarnaast gaan we het hebben over de cryptomarkt. Dan gaan we even ons kort in verdiepen. En als laatste gaan we het hebben over de CME en de koers van Bitcoin. Want de koers van Bitcoin botst op dit moment tegen een punt wat ontzettend belangrijk is om even te benoemen en niet te vergeten. Dus daar gaan we uitgebreid bij stilstaan. Allereerst maak ik mezelf even klein en mocht je nou nog niet geabonneerd zijn... dan zit hier die knop. Druk ook even op het belletje als je dat nog niet gedaan hebt. Doe het alsjeblieft. Um, ik uh, heb de afgelopen periode een behoorlijke shadowban uh, gehad. Dus klik op die knop en ook op dat belletje zodat je dan een notificatie krijgt... als er weer een nieuwe video voor je klaar staat. Want... Um, het kan zijn dat, hij mijn video's, dat Google, YouTube mijn video's niet meer goed toont. Puur omdat ik de woorden bitcoin gebruik. Omdat ik een andere macro-economische visie heb dan de gemiddelde persoon. Um, waardoor YouTube het niet helemaal eerlijk uh, toont. Maar goed, maakt niet uit. We gaan door met het nieuws. Um, ik kwam deze week een nieuwtje tegen van CNBC over het feit dat jonge investeerders in aandelen springen. En dit zien als een generatie... Dus dit is het moment van onze generatie om de dip te kopen zonder dat ze de risico's zien. En we hadden het vorige week even uh, kort over Robinhood, een van de grootste retail uh, platformen voor, uh, ten aanzien van aandelen. En Robinhood die had een derde meer aandelen uitstaan op haar platform ten opzichte van uh, de periode voorafgaand aan de coronacrisis. Dus... Er is iets geks aan de hand. In tijden van de coronacrisis zijn dus allerlei retailers in de markt gestapt. En hier zeggen ze het ook: young investors pile into stock, seeing generational buying moment, instead of risks. Ze vergeten dus het risico. Ze zien nu buy the dip, en dat is wat ze altijd gelezen, geleerd, gehoord hebben. Koop op het moment dat het slecht gaat. En we zagen het ook. Binkbank had wachtrijen. Bij de Giro waren er op een, op een gegeven moment 22.000 aanmeldingen. Uh, links had wachtrijen. Overal stonden mensen in de rij om hun geld naar de beurs te brengen. En dat is logisch op het moment dat er een dip plaatsvindt. Maar die dip is nog niet ingeprijsd. Of althans, die echte klap kan nog komen. Een van de dingen die ik uh, deze week voorbij zag komen, is het volgende. Uh, Apple stocks rises, rises despite tumbling iPhone sales. En dit is heel vreemd, want een aandeel vertegenwoordigt eigenlijk hoe goed het gaat met het onderliggende bedrijf. En hier zien we, uh, ik zal het even voorlezen. As a result of US iPhone sales crashed 77% in April. Dus door de coronacrisis, door die, die, die lockdown, uh, zorgde het ervoor dat... De verkopen van, van, van iPhones met 77% daalde in april ten opzichte van diezelfde maand het jaar ervoor. En voor, uh, even kijken wanneer was het, voor maart, god hetzelfde, daar was een daling te zien van 56% ten opzichte van diezelfde maand het jaar ervoor. Dus 77%, 56% en nog steeds Apple stock rises. Dus die aandelen gaan nog steeds omhoog. En dat is heel vreemd, want uh, normaliter is het zo dat een koers in verhouding moet zijn met de winst. Dat noemen ze in het Engels PE ratio, price-to-earnings ratio, dat noem je in het Nederlands koers-winstverhouding. En dat moet een beetje uh, uh, ja, op hetzelfde niveau zijn. Um, en de afgelopen periode, de afgelopen jaren, zagen we al dat die koers-winstverhoudingen uit het lood waren. Maar op dit moment is het heel erg raar. En toen kwam ik deze uh, kop tegen hier. De stock market is trading at its highest valuation in 18 years. En dat is gek. Want hier hadden jonge investeerders nog het moment, nog het idee, buy the dip. Want het is laag, de koersen staan laag, het is goedkoop. Maar hier staat toch echt iets heel anders. Stock market is trading at its highest valuation in 18 years. En hier zien we dan die PE ratio van de S&P 500. En hier zie je heel duidelijk, uh, even kijken, sinds april 2002, dat is ongeveer hier, is de price-to-earnings-ratio niet meer zo hoog geweest. Dat is heftig. Dus we kunnen nog richting 2000 en daarna hadden we natuurlijk die dot-com-bibbel. Uh, even kijken, 2008 was, was lang zo hoog niet. Maar na 2000, toen zat er zoveel lucht in de aandelenmarkt, was er echt... Een verschrikkelijke klap dat noemden ze de dot-com bubble voor de mensen van mijn generatie. Dat ging over uh, de internet-aandelen, uh, de internetbedrijven, en er zijn er dan uiteindelijk een paar van overgebleven. De Amazons uh, bijvoorbeeld. Maar uh, dit is natuurlijk geen goed teken. En dan denkt men wel: ja, hey, bij de dip, want het staat heel erg laag, allemaal, maar eigenlijk. De stock market is trading at its highest valuation in 18 years. Dus de aandelenmarkt staat heel hoog. En ik wilde even met je kijken naar een, een video van RTL Z, waarin tot in de precisie uit wordt gelegd aan de hand van de prognose van de wereldeconomie uh, dat, dat, dat we verwachten dat de, de, de economie wat afneemt. En hier laten ze het ook, ook zien. Hè. Het gaat best goed met die beurzen. We zien hier dat de AIX eigenlijk al bijna weer op het niveau is van voor de coronacrisis. Ook de Dow Jones doet het goed. En als we dan kijken naar de NASDAQ, doet hij het nog beter. Die staat al bijna weer op, op, op niveau van uh, voor de klap. Echt ontzettend, uh, ontzettend hoog alweer. En dat terwijl die werkloosheid zo ontzettend hard stijgt. En dit is eigenlijk wat we al ja, heel vaak bespreken: de werkloosheid is nog nooit zo hoog geweest. En dat gaat meestal niet in één verticale lijn omhoog. Maar hier zien we het bijna wel. We zien dat die lijn bijna verticaal omhoog gaat. En dat is best wel een ding. En even kijken, uh, hier, hier zegt hij dan het volgende. Ik ga hem even laten praten, dan kun je even meeluisteren. Hoe komt dat? Zitten er dan alleen maar kansrijke bedrijven in een index? Nee. Gaat het economisch allemaal meevallen? Nee, ook niet. Waarschijnlijk niet. Kijken we te graag vooruit, terwijl de schade van de afgelopen twee maanden nog niet eens gestateerd? Ja, dat zou kunnen. Of zijn het uiteindelijk toch weer de centrale banken die de... Oeh, hier krijgen we hem. Zijn het toch weer de centrale banken? En dit vind ik wel knap, want voor een uh, bedrijf als. Bedrijf, partij als RTLZ zijn ze hier wel heel eerlijk. Ik heb toevallig afgelopen vrijdag een video gemaakt over de centrale banken. Uh, even heel kort samengevat: de, uh, het Duitse Hof heeft. Het grootste Hof van Duitsland heeft een uitspraak gedaan over het beleid van de Europese Centrale Bank. Het opkoopbeleid, dus het bijdrukken van geld, dat is illegaal volgens het Hof in Duitsland. Nu mag de. Uh, leggen zij de Bundesbank van Duitsland op geen staatsobligaties meer te mogen opkopen. En binnen drie maanden moet de Europese Centrale Bank daar een gegronde reden voor hebben, een goed tegenargument hebben, uh, of de Bundesbank moet daar dus echt daadwerkelijk mee stoppen. En dat betekent dat de hele eurozone uh, stil ligt. Want de Bundesbank is een van de grootste, heeft de, de grootste input. Um, en hier zegt hij dus, centrale banken hebben hier zeker een rol in in die hoge beurskoers. En hij legt uit waarom. Financiële markten redden. Nou, vooral dat laatste. Centrale banken wereldwijd zijn op ongekende schaal leningen aan het opkopen. Ja, leningen aan het opkopen is dus dat geld bijdrukken. Ze kopen dus staatsobligaties op. Maar dan heeft hij het nog niet gehad over de Zwitserse centrale bank bijvoorbeeld, die zelfs in staat is om aandelen op te kopen. Dus die pushen zelf de koers van de beurs. Daar heeft hij het nog niet over. Hij heeft het alleen over het opkopen van staatsobligaties, wat dus nu volgens dat Duitse Hof illegaal geworden is. Als je die video niet hebt gezien, check hem, want het is heel belangrijk. Wie dacht dat de ECB geen wapens meer had, komt bedroog uit. De Europese Centrale Bank koopt voor 750 miljard euro aan obligaties op en is bereid om nog eens voor 3 biljoen, dat is opnieuw een 3 met 12 nullen, de Europese economie te ondersteunen. En de vraag is: wat gebeurt er dan? En dat is eigenlijk ook wat er uh, verteld werd uh, uh, als je kijkt naar die uitspraak van het dat, van dat Hof. Is dit echt um, monetair verruimen? Of is dit eigenlijk gewoon de economie pushen en de balansen van overheden zo spekken? Want vergeet niet hè, als overheden in zwaar weer zitten of als overheden te weinig geld hebben, dan geven ze obligaties uit leningen. Dus dat is hetzelfde als dat ik zeg, hé, hey, ik heb geldtekort, wil iemand me wat geld toeschuiven? Eigenlijk komt het daarop neer. En um, iemand anders koopt dan die obligatie. Dus wat er eigenlijk gebeurt is, uh, de Europese Centrale Bank, koopt een staatsobligatie van Nederland met een looptijd van maakt eventjes in deze in dit voorbeeld niet uit en dan heeft Nederland zo lang de tijd om die staatsobligatie terug te betalen maar ze nemen dus een lening en leningen in Noord-Europa zijn uh, goedkoper want die staan er economisch wat beter voor dan leningen in Zuid-Europa maar overheden worden eigenlijk zo hard gestimuleerd door de centrale bank dat ze helemaal geen reden hebben om hun uh, uh, belastingen te verhogen. of om zuiniger aan te doen met hun geld, ambtenaren te verminderen. Want ze kunnen eigenlijk ongelimiteerd veel geld uh, uh, creëren. Dus er rijst ook bij heel veel mensen de vraag: waarom betaal ik eigenlijk belasting? Ja, dat is een hele goede want ze kunnen toch gewoon geld bijdrukken. Maar goed. Dat houdt de rentes laag. Stelt bedrijven in staat om goedkoop te lenen. En dat betekent dat. Ja, doordat er dus die, dat opkoopbeleid er is uh, en de rente omlaag gaat, kunnen bedrijven, maar ook mensen, uh, goedkoop lenen. En bedrijven kopen daarmee hun eigen aandelen op. Zorg voor hoge beurskoersen, dat vertelt iedereen niet bij. Uh, uh, mensen uh, die, die uh, kunnen heel goedkoop een hypotheek krijgen. Dat is ook de reden waarom het inflatiecijfer zo laag is. Mocht je die video niet hebben gekeken, ga hem kijken over inflatie, deflatie, stagflatie. Uh, maar hij slaat wel de spijker op zijn kop. Het klopt wel wat hij zegt. Dat financiële problemen voor bedrijven kunnen worden voorkomen. Voor nu, het zal in een aantal gevallen ook uitzelf zelf een executie kunnen zijn. Maar belangrijker nog, het duwt beleggers in de richting van aandelen. Ja, eigenlijk stelt hij hier dus, doordat de rente zo laag is, moeten beleggers... Uh, richting een markt waar ze alsnog rendabel kunnen zijn. En dat is eigenlijk alleen maar aandelen. En ik snap het in de basis, uh, maar als we kijken naar de afgelopen tijd, waarin de, uh, de hoeveelheid spaargeld alleen maar toegenomen is, omdat er onrust ontstaat natuurlijk. Um, ja, is dat is een beetje een lastig verhaal. Ik denk dat er ook wel andere dingen achter zitten dan dat alleen uh, de Nederlandse belegger ziet dat uh, geld op de bank sparen niet meer zo goed rendeert. Met lagere rentes en centrale banken die de obligatiemarkt verstoren, valt voor beleggers niet veel te verdienen. Voor enig rendement moet je dan nou toch weer naar aandelen. Al moet je voor dat rendement in veel gevallen misschien wel wachten tot die hele coronacrisis weer is uitgevoerd. En natuurlijk zijn er ook nog risico's. Na de eerste golf kan er een. Ja, en dit vind ik eigenlijk heel erg belangrijk. Ik zal hem even doorspoelen totdat we hier de vier argumenten hebben zien staan. En ik zal het je even kort, uh, kort toelichten. We zien hier drie risico's, eigenlijk in de basis. Het eerste risico is een tweede infectiegolf. Uh, die is mogelijk nu al gaande in China. Ik zal je daar zo even het artikel van laten zien. Daarna dat zorgt natuurlijk voor een, een nieuwe productietekort. En wellicht als er hier in Europa ook een nieuwe uh, golf zou komen, een, uh, een tekort aan, aan, aan vraag. Daarnaast hebben we problemen met de euro, heb ik net verteld, video van vrijdag: onderliggende problemen ten aanzien van de stabiliteit van de eurozone. We krijgen een verschil tussen Noord-Europese landen en Zuid-Europese landen. En we hebben. Politieke problemen, want Trump wil opnieuw herkozen worden. En die zal kosten wat het kost proberen de economie te redden. door nieuw geld in de economie te pompen. En de vraag is maar waar dat in resulteert. Als strakjes de omloopsnelheid van het geld weer op gang komt. En dat is een van de dingen die ik niet besproken heb in die inflatievideo. Omdat het dan wel heel erg complex wordt. Maar in de basis gaat het erom: als de omloopsnelheid van het geld weer weer doorgaat en er is heel veel geld bijgeprint. Dan heb je een probleem, want dan ligt hyperinflatie op de loer. Dus er zijn heel veel risico's waar je kijkend naar de beurs rekening mee moet houden. En een van die risico's is deze. Deze ging over uh, over 100 miljoen in China, Noord-East, face renewed lockdown. En dit bericht zag ik, wanneer was het? Gisteren of eergisteren. Um, um, en hier stond dat er nu al tienduizenden... Uh, in, in, in vastzitten. Ik weet even niet waar ik het zo snel zie. Maar um, die mensen zitten nu alweer in lockdown, opnieuw. Omdat er wordt gevreesd voor een tweede... Uh, 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 een tweede... Uh, hoe noem ik dat? <laughs> Virus-uitbraak. Uh, en uh, ik kan me nog herinneren dat Herbert en ik in de Cryptocast... Daar kun je ook video's over terugvinden op YouTube. Dat we hier met Tuur de Meester een uh, gesprek over hadden. En Tuur zei al, het zou niet vreemd zijn als je... Telkens van een soort van lockdown-situatie drie maanden naar een gewone situatie drie maanden, dan weer een lockdown-situatie drie maanden gaan. En uh, dat is best denkbaar, dat, dat is best mogelijk. En kijkend naar corona, ik doe daar eigenlijk geen uitspraken over. Express niet, omdat ik er gewoon heel erg vermoeid van word. Er, heel eerlijk, er is gewoon iets wat niet klopt. Um, ik vraag me af of er überhaupt een vaccin kan komen. En als dat er al is. Ik vind het geen fijn idee dat ik een, uh, moet, moet rondlopen met een vaccin in mijn arm. Ja, goed. Uh, het zou aan mij kunnen liggen dat ik misschien uh, een heel raar uh, in elkaar zit. Dat ik, dat ik het geen fijn idee vind. Maar het, het hele gebeuren. Ik vind het vreemd. Ik vind het vreemd uh, op dit moment. En uh, ik ben heel benieuwd hoe jij hier tegenaan kijkt. Ik wil er ook gewoon niet te veel aan wijzen. Uh, Even kijken. We hebben hier nieuws over Warren Buffett. Want we hadden het net natuurlijk over waarom in vredesnaam die jonge mensen nu denken dat ze dit moeten kopen. En als we dan kijken naar dat, dat hele verhaal van RTLZ en kijken naar de risico's, dan hangen er nogal wat risico's aan de andere kant. En een van de risico's die we nog niet hebben besproken, zijn de risico's ten aanzien van de banken. Er ligt namelijk een bobbetje bij de banken en dat is voornamelijk retail heel vastgoed en het wordt ook wel de Big Short 2 genoemd en dat gaat over de collateralized debt obligations um, en dat noemen ze nu CDL's. De, als ik me niet vergis, moet ik even checken. Uh, dat waren eerst CDO's en um, so, collateralized debt obligations nu collateralized debt loans, dacht ik, maar dat moet ik eventjes nakijken. Er um, zou dus een Big Short 2 aan kunnen komen en dat is Voornamelijk ten aanzien van het retail vastgoed, en daar gaan we het zo even kort over hebben. Maar eerst Warren Buffett, die zijn stake uh, en hij had een meerderheidsbelang in Goldman Sachs, als ik me niet vergis, majority stake um, van 33% heeft hij uh, weggedaan ten aanzien van Goldman Sachs. En JP Morgan Chase heeft hij 3% verlaagd. Dan is de vraag: waarom kunt Warren Buffett zijn uh, bezit in banken? En ik kan dit wel begrijpen. Er ontstaat een ontzettend kredietrisico. Er zijn natuurlijk heel veel hypotheken, leningen uh, weggezet. Voornamelijk tijdens corona, maar ook al daarvoor. En de vraag is in hoeverre deze bedrijven dat terug gaan of kunnen betalen. En het risico, risico daarvoor ligt bij de banken. En als we dan kijken naar uh, de unemployment rate en de mortgage uh, uh, loans... Um, hier zien we de. Ik weet niet of ik erop kan klikken. Nee, dat lukt niet. Oh, zo kun je het ook zien. Hier zien we de US uh, Unemployment and Deliquency. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dyslex hero. Uh, move together. Dus hier zie je dat de uh, leningen, de uh, hypotheken, moet ik zeggen, die hier uitstaan. Dat je ziet dat. Als er uh, een hoge unemployment is, dat je daarna ook ziet dat er leningen die niet afbetaald worden, steeds meer zijn. Of de hypotheken steeds meer zijn. Dit gaat over mortgages, dus hypotheken. Maar dat betekent dus dat er straks een hypotheekgolf van heb ik jou daar aankomt: van, 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 van 16% van de mensen die straks hun een, een huis uit moeten. En moet je even nagaan wat dat gaat betekenen voor de huizenmarkt. Dat is... Dat, dit is massive. Dit is, dit is heel vreemd. En we gaan nog geen inflatie zien totdat de omloopsnelheid van het geld weer doorgaat. Dus totdat we een beetje uit die, uit die economische neergang gaan. Dat zijn, zitten we nu nog niet. Dus dit is heel... Um, stilte voor de storm, zou je het kunnen zeggen. En dat is ook waarschijnlijk de reden dat Warren Buffett heeft gezegd... Dikke later weg met die banken. En dat snap ik wel. Uh, daarnaast zien we dat de US retail sales... Uh, gecrashed zijn uh, meer dan ooit over april. Kijkend naar auto's, kijkend naar uh, kleding. Wat best vreemd is, want ik ben gewoon kleding blijven kopen. Ook uh, uh, ja, dan, dan niet meer in de stad, maar gewoon online. Uh, maar hier zie je dus uh, hoe heftig dat is. Even kijken of ik erop kan klikken. Ja, kijk wat er in maart, wat het percentage is, wat het afneemt. Hier voornamelijk sporting goods, bla bla bla. April 2019, ja dit dit is dit is dit is heftig. Even kijken of we dit nog weer terug kunnen brengen naar ja hier. En ook hier zie je car sales have crashed. Oh nu kan ik er niet meer op drukken. Heel fijn. Uh, maar even hier heel snel voordat ik weer op die privacy okay, ik kan hem zo doen hier. Woep. Ben ik Hier zie je uh, Bloomberg Weekly US Customer Comfort Index en de S&P Index. En je ziet dus echt dat er helemaal geen ene snars van klopt als je dit plaatje bekijkt. De S&P 500 veert weer op, terwijl we toch echt zien dat die, 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 die uh, mensen toch veel minder besteden. En in deze gaat het over uh, consumer confidence. Dus uh, hoeveel vertrouwen heeft de consument nog in de markt? En dat is vreemd dat dan de aandelenmarkt daar niet mee beweegt. Terwijl we dat hier wel gewoon zien. Dat is gek. En dat komt natuurlijk dankzij onze lieftallige centrale banken. Even kijken. Uh, we hadden drie weken geleden, twee weken geleden, Mark van de Sijs in de podcast. En Mark die zei: één van de, uh, Mark die zei uh, twee op de 8, twee op de tien uh, blijven bestaan. Twee op de tien restaurants blijven bestaan. En hier staat al dat uh, Open Table, die deed een onderzoek naar uh, restaurants die niet meer open gaan. En hieruit blijkt dat één van de vier niet open gaan. Dus dat zijn twee op de, op de acht die niet meer open gaan. Maar Mark had het dus over, het zou niet vreemd zijn als er maar twee zijn, want... 2 op de 10. Want denkend aan hoe straks die anderhalve meter samenleving, hoe gek het ook is, maar goed, hoe straks die anderhalve meter samenleving vormgegeven wordt, dat betekent dus dat wij uh, uh, veel meer ruimte moeten hebben. Dat een tafel veel meer ruimte nodig heeft. Sommige restaurants zit je bijna op elkaar. Uh, en het is voor ondernemers in de horeca-branche al lastig om lekker, lekker te draaien. Moet je nagaan als je straks zo'n anderhalve meter regel moet toepassen. Dan wordt het heel heftig om nog break-even of, of om zelfs lekker winst te kunnen maken. En um, even kijken wat dit ook alweer voor leuk grafiekje was. Oh ja. Yeah. Um, America is facing an unprecedented, unprecedented wave of bankruptcies. It must act now. Hier zien we het. Uh, alweer de total caseload. Ehm... Um, dat was de totale hoeveelheid bankruptcies en de unemployment claims, die lopen ook ongeveer gelijk. En we zien wel dat die unemployment vaak eerder loopt en dat pas daarna die bankruptcies uh, komen. Dus volgend kwartaal gaan we echt een heftige, uh, ja we zien, we zien het hier eigenlijk pas Q4, maar volgend kwartaal wordt, wordt huge. En daar moeten de beurzen wel op reageren. Het enige wat ik kan bedenken is dat, er, dat de centrale banken met nog groter opkoopbeleid komen. dan dat ze nu al doen. om die klap op te vangen, om die beursklap op te vangen. Maar dat betekent dat ze niet meer aan het monetair verruimen zijn. Dat betekent dat ze gewoon politiek beleid aan het voeren zijn. En de vraag is: wat is goed? Wil je die bubbel nog verder opblazen? En hier zien we die, die Big Short 2 waar ik, het, waar ik het over had. Hits an all time low as commercial real estate implodes. En dit is logisch: commercieel uh, uh, vastgoed dat, dat, dat tumbles, dat duikt in één. En niet alleen commercieel vastgoed hoor, want we zagen ook dat uh, ander vastgoed uh, in elkaar duikt. En ik zal eventjes nu dat nieuwtje erbij pakken. Hier zag ik een artikel. COVID-19 shutdown could harm the first time buyers for the years to come. En dit was wel interessant, want dit gaat, er is een artikel geschreven in de Financial Times. Het gaat over jongeren die voor het eerst hun eigen huis kopen. In Londen dacht ik dat dit was. En de hoeveelheid geld die ze geleend hadden. Een paar kopers die de kopen hebben afgeketst door corona. Mensen die hun baan kwijtraken. Ja, dit, dit, dit is echt. Dit, dit is echt nog maar het begin. Uh, het overgrote deel van de mensen heeft niet door wat voor financiële drama hier achter weg gaat komen. Uh, dat, 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 dat kan niet anders dan in, uitmonden in, in, in vreselijke cijfers. En hier zien we de. Uh, even kijken. Read: is dit? Dit is de um, Real Estate Investment Trust. En hier kun je op shorten. Ik heb hier ook naar gekeken, want ik heb een poosje geleden gevraagd. Uh, hoe soorten überhaupt werkt op de aandelenmarkt, dat is heel erg lastig, heel erg complex. Ik wilde eigenlijk het liefst een, een, een ETF vinden die short zat. Dat is uh, eigenlijk onmogelijk. Amerikaanse ETF's is lastig. Dit is een product waar je short op kan gaan. Zou ik niet aanraden, want het is ontzettend volatiel. Um, maar wat we hier dus al zien is die neergang op die real estate investment trust. En wat altijd goed is om te weten, is deze klap komt eerst. En daarna komt pas de klap op de echte huizenmarkt. Dus de echte klap moet nog komen. En natuurlijk is dan de vraag: hoeveel geld gaan de centrale banken bijprinten? En het is eigenlijk van de zotte dat je beslissingen, je investeringsbeslissingen moet gaan um, kwantificeren op basis van wat de centrale bank voor plannen heeft. Dat is natuurlijk heel gek. Ja, en dan komen we nu aan bij een nieuwtje over meneer Powell. En meneer Powell, die zei afgelopen maandag of zondag in een interview... dat de economie van de Verenigde Staten met 20 tot 30 procent terug kan lopen. En hij zegt hier, het sluiten van bedrijven in de VS door de coronaviruspandemie... kan de Amerikaanse economie dit kwartaal makkelijk doen storten met 20 tot 30 procent... Dat zei president Jerome Powell zondag. En um, hij geeft natuurlijk het coronavirus de schuld. Maar de schuld is eigenlijk de onderliggende uh, economie. Maar goed, dat maakt niet uit. Um, hij zegt hier dus: de economie gaat nog klappen krijgen. En in mijn hoofd werkt dat totaal niet met die young investors die nu denken: by the dip, want uh, dit is een koopje. We moeten er nu bij zijn. Um, dit is geen beleggingsadvies. Niets in deze video mag als beleggingsadvies worden beschouwd. Dit is mijn eigen mening. En op dit moment uh, probeer ik na te denken wat voor mij het beste is om te doen. Hoe ik mijn vermogen moet verdelen. En als ik dit zo zie, dan denk ik: nee, uh, vastgoed gaat tikken krijgen. De aandelenmarkt gaat nog een klap krijgen. Het enige waar ik mijn. Uh, 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 waar ik mij zorgen over heb, is het beleid van de centrale bank. Als zij veel geld in de economie pompen, krijg je inflatie, dus hoge beurskoersen. Maar ik speel het het liefst op safe. Want ik kan nu wel het risico lopen dat straks bepaalde bedrijven failliet gaan. Wat kan er? Want wij hebben in, in. Mijn generatie heeft nog nooit failliet gaande bedrijven meegemaakt. Mijn generatie heeft überhaupt nog nooit uh, gezien uh, hoe zo'n zo crisis plaatsvindt. En uh, uh, even als voorbeeld. Uh, ik heb. Uh, altijd aan het begin van mijn uh, uh, TA lessen bij de Hogeschool van Amsterdam laat ik een video zien dat heet, beleggen met bromet. Ga die ook eventjes checken als je die nog niet gezien hebt. Uh, dat gaat over retail beleggers in 2008 die uh, laten zien op welk basis van welke strategie zij handelen. En dat is dus in 2008. En dan zie je ze dus ook uh, ja fortis kopen. Jonge beleggers die denken fortis that's it. Maar wij, uh, mijn generatie heeft nog nooit eerder meegemaakt dat Nederlandse bedrijven beursgenoteerde bedrijven Failliet kunnen gaan, die denken dat het allemaal Hosanna is. En als ik dit zie, dan denk ik: ja, ik kan wel een kansje proberen te pakken, maar vastgoed moet ik niet inzitten Aandelenmarkt ook nog niet. Misschien koop ik dan iets te laat, maar liever te laat dan uh, uh, te vroeg met de kans dat er uh, straks een, een bedrijf failliet gaat. Dus het enige wat ik kan bedenken ten aanzien van uh, de, de 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 vet Fed. Het uh, centrale bankbeleid, maar ook ten aanzien van de economie, die strakjes nog helemaal hartstikke veel klappen uh, tegemoet gaat, is dat ik richting goud en zilver en bitcoin moet. En dat was ook wat ik vier weken geleden roep: ik heb gekocht. En uh, dat zal ik ook opnieuw weer doen. En met mij nog vele anderen. Want de goudprijs is op het hoogste niveau sinds 2012. En dat is niet voor niks. Uh, in euro staat de goudprijs al lang op een all-time high. En um, in dollar zien we dus nu, dat komt door die dollar-euro verhouding, maar in dollars zien we dus nu hoogste sinds 2012. En dat is niet voor niks, pleggers maken zich ongerust. En uh, dat is heel erg logisch en toevallig uh, heeft Bart Brands van Gold Republic hier ook het een en ander over gezegd. De prijs van Edelmetalen zaten in de lift. Een forse stijging, we merken het aantal klanten uh, 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 we merken direct aan het aantal klanten die relatief vaak zilver willen kopen. Daarbij speelt mee dat de goudprijs recent voor is gestegen. Het kan zijn dat goud voor sommige mensen wat te duur is. Er zijn steeds meer mensen die ook richting zilver stappen. We zagen bij zilver een hele hoge spike afgelopen uh, maandag nadat dus Paul zondag die presentatie deed. En even goed, uh, goed om te weten, ik laat het nu niet zien omdat Mars hier wat over zegt. Ik laat het zien omdat toevallig dit nieuwtje in de telegraaf stond. Um, en dit is ook niet gesponsord door Culture Public of iets dergelijks. Dus ik krijg daar nog steeds vragen over, dus uh, nee, ik deel in deze video's mijn oprechte mening. Uh, ik sta hierachter, ik wil mijn goud, zilver niet bij mij thuis hebben, dat heeft een reden. Je snapt natuurlijk uh, dat ik dat niet thuis wil hebben liggen. Dus ik zal het veilig bij hun, bij Brands, bij Marleen en daar voel ik me fijn bij. Dus uh, mocht je nou uh, ook zoiets hebben van ik wil het hier ook niet thuis hebben, alsjeblieft niet. Check de link hieronder. Je kan de Support links gebruiken. Dan support je automatisch dit kanaal. Uh, maar hier wordt dus niet voor betaald. Dat je het even weet. Um, maar goed, dus kijkend naar uh, die goudprijs, is het natuurlijk. Ontzettend spannend, en met mij zijn er dus nog veel meer beleggers die denken: hey dit gaat niet goed. Hier gaat iets goed mis. Um, ik wil het ook nog even kort met je hebben over Bitcoin, want vorige week was natuurlijk de eerste video na de halving, en uh, ja, er was één feest vorige week, maar het voelt nu alsof het alweer drie maanden geleden is. Um, met Bitcoin ging het eigenlijk best wel goed. Na 48 uur zagen we al dat er een behoorlijke hoeveelheid uh, uh, drop was in de hashrate en we zagen een 30% drop. En Mark van Scheis zei dat hij na vier maanden alweer uh, break-even draaide, dus alweer met winst draaide. Mark van Scheis van hud grootste een van de grootste miningbedrijven van de wereld. Um, en er wordt natuurlijk nu gewacht op efficiëntere miningapparatuur. En die echte uh, death spiral is nog niet geweest. Dat betekent niet dat die niet gaat komen in de toekomst. Maar het mooie zou zijn als die koers van Bitcoin nou een keer over dat niveau heen gaat. Over dat niveau waar we al maanden, weken tegenaan kijken. Yes, en voordat we naar de technische analyse toe gaan, nog even een ander leuk ding. Ik heb het natuurlijk vorige week, twee weken geleden inmiddels alweer, een ontzettend leuke prijsvraag uh, gedaan met jullie. Naar aanleiding van de vraag vanuit Bloks of wij een giveaway op dit kanaal willen doen. En dat wilden we natuurlijk, want wie wil nou niet kans maken op 100 euro? Dus uh, vanuit Bloks trouwens, mocht je die app nog niet hebben, installeren. want hij is echt, het is een toffe, uh, toffe app. Hieronder staat ook een linkje. En ja, dan krijg je 5 euro aan bitcoin gratis. Dus dat is tof. Maar ik ga uh, de Winnaar bekendmaken, want ik heb de vraag gesteld over welke prijs er in de blockchain zou zitten op het moment dat uh, de uh, block reward eindelijk halveerde van 12,5 bitcoin naar 6,25 bitcoin. En ik heb de winnaar hier, en ik ga zijn naam even voorlezen. Dat is Matarazi. En hij heeft 100 euro aan een bitcoin gewonnen. En uh, ik zal daar even voor zorgen. dat Mocht je nog niet in contact zijn, stuur me even een mailtje. Dan zorg ik dat jij in contact wordt gebracht met blocks. En uh, ik wil nog even zeggen dat ik het super leuk vind dat ik uh, dit mocht doen. Dat ik weer 100 euro weg mocht geven. Want dat is natuurlijk hartstikke top. En uh, nogmaals, mocht je willen aanmelden, die link staat hieronder. Goed, dan gaan we nu door naar de technische analyse. Ik moet even kijken. Ik had hier uh, afgelopen maandag een, uh, een columnpje over geschreven. Ook over die, uh, die Dead Spy World die mogelijk uh, plaats gaat vinden. En um, kijk, hier zie je... Uh, ik weet niet waarom de afbeeldingen zo raar gekleurd zijn. Maar goed, dat zal wel aan je X liggen, niet aan mij. Um, maar hier zie je dus deze driehoek, deze driehoek die loopt al vanaf 2018. hierna hadden we die val um, of 2017, eind 2017, begin 2018 was dit dus. dit was de val na de ICO crash en toen ging de koers dus terug naar ongeveer 3000 dollar. En um, ja, van 20.000 naar 3000. Dit is een log logaritmische schaal. Dus dat betekent dat uh, uh, dit niet helemaal uh, eerlijk uitgeleind is. Dat kun je ook zien hieraan. En um, wat je hier nou ziet is dat de koers weer opwaarts gaat, weer neerwaarts stikt, weer opwaarts stikt. En als het goed is, had ik hier ook een extra plaatje meegestuurd. Nou, die hebben ze niet erin gezet. Ik wilde graag laten zien hoe het eruit zag. Uh, hoe zo'n driehoek eruit zag. Maar een driehoek is kenmerkend door een opwaartse beweging. Die hebben we hier gezien. Daarna een neerwaartse, dan weer een opwaartse, dan weer een neerwaartse. En eigenlijk moet hij dan hier uitbreken. Ik kan het wel heel even snel nog opzoeken. Symmetrical triangle. Ta -da 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 -da. En even een mooie pakken. Kijk. Hier zie je dus in zijn perfectie opwaarts, neerwaarts, opwaarts, neerwaarts. En vaak als hij vanuit onder komt... Die opwaarts uit, dus um, dat is niet, uh, ja, dat die, die kans is groter en doorgaans is het wel 52 kans op een, op, op een opgaande opwaartse uitbraak, maar de kans is dus nu ietsje groter omdat die al vanaf onder komt. Houd daar even rekening mee, kijkend naar dit patroon. En zo'n opwaartse uitbraak van dit patroon zou een koersstoel hebben. Van heb ik jou daar? Dat zou echt, dan zitten we. Ik ga die eens getallen noemen. Dat, dat zou echt fors zijn. Laten we eerst hopen dat überhaupt die koers over de 20k heen komt. Maar dit is dus wel een cruciaal moment, hè? Want de koers hier nu. 1, 2, 3 keer tegenaan aangepost En zoals je hier komt zien, is het meestal 1, 2. Derde tik is de breakout. En we hebben dus 1, 2. Derde tik zou de breakout moeten zijn. Maar hij had die onderkant nog niet getest, want die onderkant test hij ook twee keer. Dus dan hoop je toch, als hij die onderkant twee keer heeft getest, hier 1, 2, hier 1, 2, dat dan de breakout op het derde punt komt. Dus zou hier ergens die breakout moeten komen. En uh, ik zal het je even gelijk laten zien. We hebben hier... Ta -da 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 -da. 1, 2, 3, 4 keer nu die bovenste lijn getest. En we zijn telkens afgeketst. Uh, nog voordat we dat doen, wil ik eerst nog even terug naar de futures van de CME. Uh, dit hebben we vorige week namelijk besproken. Uh, voordat we echt in de details treden ten aanzien van die symmetrical triangle. Maar dit hebben we vorige week besproken. Hier had ik het over de CME futures. En daar ontstaat soms een gap. En een gap ontstaat wanneer op vrijdag de markt sluit. En op maandag de markt opent. Maar op vrijdag is die hoger gesloten dan op die op maandag opent. Of andersom. Dus lager gesloten en hoger geopend. Dat uh, zie je dus in sommige gevallen. En. Uh, vaak op het moment dat je zo'n gap ziet, wordt die geclosed. En het sluiten van zo'n gap betekent dat die een paar dagen later dit gat weer dicht. Dus dat die weer hoger komt. Um, en dat zien we dus hier ook. Maar wat er hier gebeurt is: hier zagen we een tweede gap en die is ook weer gesloten. Dat is dus super interessant. We hebben dus dit gat omhoog gesloten, dit gat prachtig neerwaarts gesloten. Nou, dat is stop. Dat wil je altijd. Ja, dus als je deze grafiek uh, bekijkt, hou er dan rekening mee dat zo'n gat, zo'n gap altijd gekloost wordt. En uh, dat gebeurt behoorlijk goed. Kijkend naar die gaps op de CME-chart. Maar goed, we hadden het dus net over die mega-grote driehoek die een mega-opwaarts koersdoel heeft door middel van de klap-flap-regel. Mocht je daar meer over weten, check even de gratis cursus. staat hieronder ook een uh, linkje naar over technische analyse. Heb je een uurtje lang uh, uh, ja, informatie over TA? Hoe dat nou precies werkt. En die klap- en flapregel wordt daar ook uitgelegd. Dus dan kan je een koersdoel berekenen. En um, hier zien we dat die koers dus zelfs vaker 1, 2, 3, 4, 5, 6 keer tegen die weerstandslijn aangepotst is. En telkens eigenlijk negatieve divergentie gaf. Hier hadden we negatieve divergentie. Dus hogere toppen op de koersgrafiek, lage toppen op de RSI. Hier opnieuw hoge toppen op de koersgrafiek, dus de bodies van de kennels heb ik dan over niet de wicks. Uh, lage toppen op de RSI, ook hier weer hoge toppen, lagere toppen. Dus telkens is er te veel weerstand. Er is gewoon te veel weerstand. Het volume is relatief laag. Het lukt de koers niet hier opwaarts uit te breken. Als dit wel lukt, dan krijgen we gelijk een mega opwaartse beweging. Komen we nog eens terug. En daarna is de weg richting 14k en dan 20k licht open. Dus Hopende dat het nog lukt, dat de markt genoeg kracht heeft. Dat de, de, de beleggers genoeg vertrouwen hebben. Maar op dit moment zitten we daar dus uh, duidelijk nog niet. Laten we hopen dat dat uh, de komende periode. Uh, uh, ja, dat het lukt om daar bovenuit te breken. Ik kan nu heel eerlijk gezegd niet zoveel zeggen. Ik zie, uh, dat klinkt net als een waarzegster. Ik zie hier een mooie, mooie blauwe kleine shore hangen. Uh, ik zit op RSI, stak in de middel, kan ik vrij weinig mee. Uh, uh, ja, positieve en negatieve divergentie zien we niet. Hier zagen we bijvoorbeeld positieve divergentie waarbij je, uh, de, de bodems lager uh, worden terwijl de bodems op de RSI al hoog zijn. Dan was dit het koopmoment. Uh, dit was dan het verkoopmoment. Hier was nog een verkoopmoment. Um, maar nu zien we dat niet zo erg. Dus we gaan even wachten hoe ver de koers deze, dit, dit, dit driehoekje inkomt. En dat is voor 23 mei ongeveer. Daar moeten we. Uh, ja een beweging of neerwaarts richting het niveau 29, uh, 29 92 160 gaan. Of uh, opwaarts. Als we opwaarts uitbreken, gaan alle rem los. En dan zal ik een extra video maken. En uh, dan gaan we kijken wat er, wat er gaat gebeuren. Nou, in deze video dus een uitgebreide technische analyse. Mocht je dat leuk vinden, laat me dat ook vooral eventjes weten. Vergeet niet om je duimpje omhoog te doen. Vergeet niet om te abonneren. En op dat stomme, stomme belletje te drukken hier, Zodat je een notificatie krijgt, ook al ben ik geshadowed. En dan hoop ik je natuurlijk volgende week weer te zien. Oh nee, aanstaande vrijdag bij een nieuwe special. Ik ga nog even kijken waar die over gaat. Ik hoop dat ik een special over goud kan maken... En uh, ik ga je anders uh, aanstaande maandag terugzien bij een nieuwe aflevering van Onderhalp Praat. Ik hoop dat je genoten hebt. Ik wel. Tot gauw. Doei. doei.